Een nieuwe product battle met een deze barbecue saus en knoflooksaus. Ja. knoflooksaus. Ik viel een beetje laat het kwartje. Ik moest even denken, wat heb ik nou ook alweer in mijn handen? Oh ja, knoflooksaus. Ja, en vanwaar de keuze. Hè? Dus barbecue seizoen is weer flink aan de gang. En we hebben onlangs zelf ook gebarbecued en dachten we, hey, laten we eens eventjes twee sauzen met elkaar vergelijken. Kijken wat erin zit. En dan ook daar advies over kunnen geven. Ja, dat is natuurlijk ook wel een thema. Hè? Want uiteindelijk barbecue seizoen is ook voor heel veel van onze klanten echt wel een uitdaging. Die dan toch zo langskomen en zeggen van ja, nou, hoe moet ik dat dan nou aanpakken? Want ja, bij ons is barbecue wel echt het ding, weet je. Ja. Hè, sommige mensen barbecuen letterlijk iedere week. Nou, als jij letterlijk iedere week gewoon zo'n typische barbecue met 4 stukken vlees, 2 stokbroden en een hele hoop saus doet. Ja, nou dan, tel uit je winst. Als het productseizoen begonnen is, is het praktisch. Dat gaan we uitvinden. Dus, ja, café. We hebben rode en de witte sauzen. We gaan eens kijken wat er voor verschillen zit. Ja, dit is barbecue saus. Dit zijn wel echt een beetje de typische barbecue saus. Hè. Tenminste, ik kan me echt gewoon serieus geen enkele barbecue bij ons thuis herinneren waar geen pot knoflooksaus op tafel stond. Nee, die was wel altijd onderdeel van het barbecue buffet. Nou, de voedingswaardes? Ja, de voedingswaardes. Laten we eens gaan kijken. Per 100 milliliter heb ik 91 kilocalorieën. 252. Wauw, wow. Daar gaat toch een beetje de ouderwetse logica op. Tenminste, onze ouderwetse logica. Als je wil afvallen, pak de rode saus, niet de witte saus. Ja, dat is in dit geval zeker waar. Ja, absoluut waar, ja. De vetten zitten bij mij op 22 gram, waarvan verzadigd 1,9. Daar zit echt een groot verschil. Hier minder dan 0,5 en verzadigd minder dan 0,1. Ja, dan zie je gelijk waar het verschil in kilocalorieën vandaan komt. Dan kun je echt never nooit meer ergens compenseren. Elke gram vet is 9 kilocalorieën keer 22. Ja, hey, hallo. Ja, dat tikt aan. Dus dat zie je ook, hè. En koolhydraten zitten hier dan 20 gram, waarvan 16 gram suiker. Dus hier zie je meer suiker waarschijnlijk in zitten. Ja, want hier zitten inderdaad 13 gram koolhydraten en 9 gram suiker. Dus het is niet superveel verschil. Het is niet zo'n gigantisch groot verschil, maar je ziet het wel een beetje. En het is ook wel een beetje kenmerkend, vind ik altijd, voor rode versus witte sausen. Die toch vaak terugkomen dat de witte sausen wat hoger aan de vetten zitten en de rode sausen wat hoger aan de koolhydraten. Ja, de eiwitten. 1,4. 1,1. Oh, dat is niet zoveel verschil. Nee. Zout? 1,7. Dat is exact hetzelfde. Dus zout is, daar zit helemaal geen verschil in. Maar ja, je ziet dus inderdaad wel, als je een beetje rekening wil houden met je calorie-inname bij een barbecue, is knoflooksaus niet echt een goede vriend. Tenzij dat je dus meer calorieën wil hebben. Of hem zelf maakt. Dat is ook een goede optie. Dat kan Hoe ook, doe je dat? Even een hele short instruction. Kwark, mayonaise, verse kruiden, peper en zout, knoflook, klaar. Beetje citroensap misschien. Even mixen. Goed mixen. En je hebt knoflooksaus. Dus bedoel, knoflooksaus is makkelijk zelf te maken inderdaad. En waarschijnlijk ook wel voor een beetje minder kilocalorieën. Dat denk ik wel. Lichtelijk minder kilocalorieën. In de eiwit. Maar het is ook zo, hè? Je kunt ook gewoon eens een keer lekker barbecuen en het gewoon loslaten. Niet altijd kilocalorieën tellen, maar weet dan hè, dat het redelijk fors kan aantikken en waarschijnlijk ook een stuk hoger uitkomt dan je inschat. Dat is vaak ook wel wat er gebeurt. Ja, als je terugkijkt naar nou, wat heb je dan gegeten voor het is in, dat je dan toch wel enigszins schrikt. Ja, weet je, bij een barbecue is het gewoon een beetje van dit en een beetje van dat. Ja, en, weet je blijft een beetje laden op je bord en je eet in verschillende fases, dus heel vaak verlies je echt het overzicht over hoeveel dat je eet. Ja. En het is wat jij zegt inderdaad. Weet je, een barbecue moet ook gewoon lekker genieten kunnen zijn. Het is een beetje afhankelijk van je doel en hoe serieus dat je in je doel staat. Of daar een bepaalde deadline bijvoorbeeld aan zit. Wat je daar uiteindelijk mee doet. Ja. Kijk, op het moment dat jij wekelijks barbecuet en je doel is om een beetje strak de zomer door te komen. Of je hebt ergens een fotoshoot gedurende de zomer. Dat is wat lastiger. Is het een beetje lastig om gewoon te zeggen, hey, iedere barbecue is YOLO, we eten gewoon waar we zin in hebben. Dus dan is de context heel anders, maar ja, weet je. Knalt er nog even een hippe term in, hoor ik. YOLO! Nee, ja, maar als het een keer een barbecue is en je wil een keer een beetje iets lekkers. Ja, niet moeilijk. Ja, dat is eigenlijk de conclusie. Dus, meer vetten, meer koolhydraten, meer kilocalorieën, minder kilocalorieën. Dat is eigenlijk het grote verschil. Ja. En wil jij nou een product terugzien in deze battle? Geef of laat een comment achter of stuur een bericht. En dan gaan we graag voor jou aan de slag.